Oh, weet jij nog die vakantie in Frankrijk? Ja? Op de camping, daar had jij toen een vriendje gemaakt. En wij wilden gaan voetballen. En nou, dat jochie, ja, dat wilde gewoon meedoen. En toen zegt hij tegen dat jochie... Kijk eens. Oh. Nee, niet kijk eens, maar... Dank je, bam. Hij zei dat hij gewoon moest oprotten. Maar kon je toch af en toe ook een vervelend ventje zijn, hè? Kom. Oh. Proost. Ja, proost. Proost. Nou, goed, je vertelt het wel verkeerd, want nu lijk ik de klootzak. Dat jochie wilde continu bij ons zijn. En ik wilde ook gewoon tijd met jullie doorbrengen. We waren op vakantie als gezin. Dus dat ik... klootzak, ja. Alles oké? Okay? Ja, hij bedoelt dat jochie. Kon inderdaad een heel opdringerig jochie zijn, hè? Ja, zeker. Goed, dat jochie wilde dus de hele tijd bij ons zijn. De hele tijd. Nou ja, de hele tijd. De hele tijd. En steeds maar weer. Wat gaan jullie doen? Dus toen zei ik op een gegeven moment, wij gaan voetballen. Maar niet met jou. Zo, meneer. Ga jij zo boodschappen doen? Ja. Dat moet zo netjes. Ja. Eens een heer. Altijd een heer. Deze kunnen naar voren? Ik denk het wel, ja. Jos? We spreken, dus ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. Oh, wat fijn. Mevrouw, meneer. Ik heb hier voor u het voorgerecht. Sorry, maar we hadden nog niet besteld. Hey. Ja. Dat is merkwaardig. Weet u het zeker? Ja, ja, we hebben alleen nog drankjes besteld. Ja. Neem me niet kwalijk. Volgens mij is het onze bestelling. Dames, goedenavond. Het heeft even geduurd overigens. Maar voor mijn welgemene excuses. U heeft een uitstekende keuze gemaakt. Pap. Kom. Werk nou even mee. Mijn excuses. Hij is inmiddels met pensioen en... Ja, ik heb hem. Ja, ik kom eraan. Tot zo. Dit moet de laatste keer zijn. Zo. Hop. Ja.
Yes. Komt u maar, meneer Verduin. Oh, pas op uw hoofd. Yes. Was hij er weer? Ja. Oh, ik was zo ongerust. Nou, meneer Verduin. Schat. Meneer Verduin? Meneer Verduin? Wat? Sorry, het is tijd voor uw medicijnen. Even slapen. Helpt u mevrouw even mee, schat? Ja. Rustig maar. Hè?